Yo mensen, mijn naam is Patrick van Max Anime Cards en welkom bij dag 34 en 35 van de Trading Card Shop Simulator. We gaan vandaag weer zoveel mogelijk geld proberen te verdienen en we gaan kijken of we de nieuwe set kunnen toevoegen. Dus laten we beginnen. Oké, let's go. We gaan die winkel gelijk openen. We hebben onze kassamedewerker al. We gaan gelijk eventjes met een boosterboxie beginnen van de Epic Packs. Dus let's go. Kijken of we die ghost kaart kunnen krijgen. Dat is een hele waardevolle kaart. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oké, kom op. Lopen. We hebben nog niks helaas. Maar we moeten zo ook eventjes de rekeningen betalen. In de vorige aflevering hebben we ook stripboeken erbij toegevoegd. Dus dat is super tof. Dus ik ben heel erg benieuwd of die veel geld gaan opleveren. En we moeten dus ook eventjes al onze rekeningen betalen. Dit is een Grissal van €19,77. Dus let's go. Ik denk dat dit het laatste pakketje alweer is van de boosterbox. Honobi. Motini. En het Timbro. Let's go. Ja, dit was het laatste pakketje. We gaan heel eventjes kijken. Wat voor events we hebben. Oh nee, die kunnen we nog. Dus we houden deze event nog. Oké. Dan moet ik heel eventjes kijken of deze is nog goed. Deze is nog goed. Die moet bijgevuld worden. Oké. Dan gaan we dat eventjes doen. Wat was het nou? Oh ja, die. Oké. Deze is ook nog goed. En die moet ook bijgevuld worden. Oké, let's go. Goed prijs, thanks. Kijk, deze stripboek hebben we gekocht. Die kunnen we niet lezen of wat dan ook. Dus dat gaat helaas niet. Laten we ook gewoon heel even onze tafel bijvullen. 3, 4, 5, 6, 8. Oké. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Deze hebben een nieuwe prijs. Oké, dan gaan we ook heel eventjes onze rekeningen betalen. Dat kost €550. En voor mij kunnen we al die nieuwe set kopen. Oh, maar die is €2000. Dus die kunnen we helaas nog niet kopen. Dus dat wordt denk ik pas de volgende aflevering. Dit is de Legendary Card Pack. Oké. En dit is de Epic Card Pack. Dan zit de Rare Card Pack. En dit is de Base Set Card Pack. Oké. En welke hebben we dan nog meer? Even kijken hoor. De Basic Destiny Pack. Dat schijnt een hele goede packs te zijn. En de Rare Destiny Packs ook. Voor mij alle Destiny Packs. We hebben zelfs de Legendary Destiny Packs. Oké. We hebben nog heel veel te gaan. Maar ja, we kunnen iedere dag een video uploaden. En dan moeten we heel even kijken. Ik had die tabletops, deze, laat ik die eens verkopen. Even kijken of dat een beetje verkoopt. Oké. Gaan we dat eens kijken. En dan kunnen we deze weer bijvullen. 4, let's go. 2, 3. 4. En oh, die boosterboxen die zijn allemaal op. Had ik buiten nog iets? Nee. Laten we ze weer eens bijvullen. Oké. Deze zijn bijna op. Heb ik die nog? Ik heb alleen de boosterboxen daarvan. Laat ik die gewoon eventjes bijvullen.
En dan hebben we deze. Dat is de Deo. Hier heb ik ook nog twee boosterboxen. Dus let's go. Dan moeten we even van die losse pakketjes halen. Van de Rare Card Pack. Oké. Dan gaan we die even flink bijvullen. Oké. Dan gaan we wat de pakketjes kosten. Ik denk dat we zelfs een doos overhouden. Oké, let's go. Hoeveel pakketjes hebben we nog dan? Dan gaan we die gewoon zelf even openmaken. Kom op. Oké. Nope, daar hebben we niks. Oké. De Wispo, €19,51. Let's go. Nou, het zal nou de komende afleveringen wel worden dat we zoveel mogelijk packs gaan openmaken en zoveel mogelijk geld gaan verdienen. Dat was de Burpik en de Lumi. Deze worden nog niet echt verkocht. Ik denk dat ik hem weer ga ontslaan, want hij is veel te langzaam. Dus we gaan dit eventjes zelf weer allemaal doen. Ik heb geen zin om daarop te wachten. Oké. 12 euro. Dat scheelt ook weer geld als we hem niet hoeven te betalen. Zo, die is lekker bezig. We wachten wel tot shop level 25, totdat we die goede kassa medewerker hebben. 21 euro. Hé, hey, die hebben een striphoek, nice. 4 euro. Die hebben ook wel een striphoek. Kan ik... Hé, hey, dat moest ik hebben eigenlijk. Ik wilde mijn tafel of mijn kassa verplaatsen. Maar ik moet heel eventjes kijken waar... Wacht. Dan ga ik die heel even ergens anders neerzetten. Kijk, ik wilde die denk ik hier gaan neerzetten. Even kijken of dat beter is. En dan als we dan de winkel inkomen, dan moeten ze door die spraypaaltjes. En dan krijgen ze een dubbele shot. En dan kunnen we dat in de gaten houden. Dat is wel beter, denk ik. Nice. Let's go. Oké, die koopt alleen Deo. Ik dacht eerst niet dat het kon, maar dat kon dus blijkbaar omdat het geblokkeerd werd als je een klant in de winkel hebt. Dan gaat het niet. Oh, die base set packs die zijn ook bijna op. Dus die moeten we eventjes erbij gaan kopen. Oké. Of hadden we die hier nog ergens liggen? We hebben nog genoeg Deo. Oké, dan moeten we... Die eventjes bij gaan kopen. Oké, dan pakken we deze heel even. Dan gaan we heel eventjes die pakketjes bijvullen. Nice. Oké, dan is precies alles bijgevuld.
€12. €5. Die heb alleen card sleeves, oké. Okay. 13 euro. Even kijken hoor. Die zitten allemaal te spelen. Oké. Okay. Deze is nog goed. Deze ook. Deze ook. Let's go. Oké, okay, die zijn ook allemaal. Volgens mij had ik nog meer. Oh ja, dat zijn deze packs. En dan heb ik ook nog deze packs. Dus dat is heel goed. Oh, ik wil die daar hebben. Deze worden niet echt verkocht. Dus die ga ik ook niet meer kopen. Even kijken hoor. Wacht heel even. Ik wil deze eigenlijk ergens anders hebben. Maar waar? Ik denk dat ik deze ook weer uit de winkel ga doen binnenkort. Oké, okay. 3 euro. Oh, die figures die zijn bijna op. Had ik die nog? Nee. Oh, en we hebben nog een pakketje hierin. Laten we die even openmaken. We hebben helaas geen ghost card. Oké. Okay. Dan moeten we heel even. Oh, dat kan niet op de kassa. Die boosterbox erbij gaan van de rare card pack. Oké, okay, let's go. Gaan we die gelijk heel eventjes bijvullen. En dan zit de eerste dag er alweer bijna op, joh. Oké, okay, die is goed bijgevuld. Gaan we nog heel eventjes de kassa doen. We kunnen het nog wel makkelijk alleen aan, die kassa. De kaartentafel is weer bijna leeg. Oké, okay, die heb 18 euro. Laten we die even bijvullen. Nee, ik moet deze hebben. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oké. Okay. 2, 3, 4, 6, 7. Oh. En hebben we allemaal een prijs? Nee, deze niet. Gaan we even de winkel sluiten. Dan gaan we de klanten nog even helpen. Oké, okay, die heeft 6 euro. Die heeft 60 cent. Die komt ook. Oh, die komt alleen nog card sleeves halen. Oké, okay, dan zit de eerste dag erop. Dan gaan we er gelijk even de stads bekijken. Oké. Okay. We hebben 1119 euro uitgegeven. En die employee bill die gaat nou voorlopig weer weg. Dus dat scheelt heel veel in de prijzen. Even kijken. Laten we even kijken of we deze allemaal hier kunnen neerzetten. Dan gaan we deze zelf openmaken. Oké, okay. Kom op, laten we een goede pool krijgen. Walk-in, €9,23. Kom op. Hallo? Amneslia, €25,71.
Honobi? Kom op. Trees. We hebben nog steeds geen hit. Juist, €61. Nice. Dat is weer een beginnetje. Dat is een full art. Oh, en we moeten heel even gauw de kassa doen. Oké, €28. Oh, dat was iets te veel. €8. Zo, die heeft veel stripboeken. Nice. €47. Je hebt €16. Die heb helemaal geen wisselgeld. Die heb €13. Oké, okay. Voor de rest is alles nog goed. Oh, die boosterbox is gegaan hard, zeg. Had ik die nog? Nee. Of had ik die besteld? Nee, alleen deze boosterboxen. Even kijken hoor. Dan moeten we die heel even kopen. Die zijn wel het goedkoopste van allemaal. Oké, let's go. Had ik mijn rekening al betaald? Nee. Kijk, dat scheelt weer. €150. 11 euro. 9,80 €. 6, 7, 8. €9,80. Oké. Okay. Die heb €19. €22. Lekker bezig. Hey, die hebben onze eerste kaartenset gekocht. Let's go. Oké, we gaan heel eventjes. 4, 5, 6. 2, 3. 4, 5. Oké, dan gaan we deze verkopen. Oké. Je hebt alleen deo. Ga je naar een kaartenwinkel voor deo. €6. Die zou ik ook even bijvullen. Volgens mij hadden we die nog. Ja. Hier. Oké. Okay. Oké, die gaan we gelijk eventjes helpen. Stripboek over Tetramon. Oh, die packs zijn bijna op. Dan heb ik die nog? Nee. Dus dan gaan we die ook eventjes bestellen. Doen we er gelijk twee. Oké, let's go. Hier kunnen echt heel veel packs in. Niet normaal. Oké, pakken we deze doos nog heel even. Oké, nice. Doen we de kassa weer even.
Oké, dat was de laatste tabletopspel, want die gaan niet zo heel hard. 19 euro. Oké, let's go. Zo dan, lekker bezig. 164 euro, nice. Oké, die krijgt 1 euro. Oké, dit gaat goed. Dit gaat ook nog steeds goed. Oké, deze. Dan kunnen we ook bulk card bundle. Randomly select 100 low value cards from album and bundle them to our bulk board. Even kijken hoor. We moeten 2 euro. Ah, laat ik dit nog maar heel eventjes wachten. Dat verdient ook geen. Niet al te veel geld. Dus daar gaan we ook geen tijd aan besteden. Ik wil mijn winkel eigenlijk anders indelen, maar ik weet nog niet. Hij is eigenlijk nog te klein. Maar ik kan hem nog niet heel ver uitbreiden, want de volgende expansion is 1350 euro. Laten we het gewoon doen. We moeten gewoon blijven groeien. Kijk, nou hebben we nou dit stuk erbij. Let's go. Oké. 47. Dus hebben we weer een stukje uitgebreid. Maar dat wordt steeds duurder natuurlijk. Maar totdat we niet meer hoeven uit te breiden. En dan kan ik gewoon echt geld gaan verdienen. Dan gaan we deze. Gaan we weer een stukje naar achter zetten. Even kijken hoor. Ik wil deze eigenlijk. Ja, ik laat het nog wel eventjes zoals hoe het is. Deze gaan weg. Als die leeg is, gaat heel die kast ook weg. Dan gaan we heel even een packje openen. Laten we even het licht. Oh, dat kan nou niet natuurlijk. Oké. Ga nou heel even weer een boosterbox openmaken. Kom op. Nope. Helaas. Nee, we hebben niks. Sunflork, 9,43 euro. Oké, let's go. Teton. Oké, ik moet nu even het licht aanzetten. Lijkt me wel handig. 70 euro. Oké, die heb lekker veel. Let's go. 65 euro. Oké, dit is allemaal nog goed. Oh, die figurines, die moet ik nog steeds bijkopen, hè? Laten we dat gelijk even doen. Figurine. Plushie. Dan doen we gelijk twee. Oké. Nice. Dan gaan we gelijk even dat schap bijvullen. Oké. Laten we er nog meer bij doen. Oké, dan is die ook weer helemaal bijgevuld. Let's go. 4 euro.
Oké, die kaartentafel die gaat ook wel weer aardig. Dus 1, 4 kaarten doen we erbij. 1, 2, 3, 4. Dan moeten we voor deze nog een prijs bepalen. En voor deze. Oké, en dan gaan we weer even de kassa doen. Oké, let's go. Zo dan. Die oranje pakketjes die gaan wel goed. €6. Elke keer als ik die pin pas pak, dan glitst die op een of andere manier. Ik weet niet waarom dat is. En nu is dat weer niet. Dus dat is heel vreemd. Nou, daar kan ik ook niks aan doen. €15. Oké, dat is allemaal nog goed. Dat ook. Oké, let's go. Het is ook al bijna 9 uur. Dat betekent dat het alweer bijna het einde van de aflevering is. Dus we gaan nu nog even wat basic packs openmaken. Om het af te leren. Oké, kom op. We hebben in ieder geval weer de winkel een stukje uitgebreid. En we hebben helaas onze kassamedewerker alweer ontslagen. Dat hij gewoon niet snel genoeg is. Ik ben benieuwd of we echt goede kassamedewerkers kunnen krijgen. Zo als we de level 25 zijn. Kobip. Oké, let's go. Het is bijna 9 uur. We zullen nog wel een rijtje voor de kassa hebben, denk ik. Dus gaan we zo eerst de winkel eventjes sluiten. Koopwip. Oké, kom op. Oké, die gaan we sluiten. We gaan nog heel eventjes de kassa doen. Oké, €89. €0. €3,55. €8. Oké. €16. Oké, nou ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Vergeet dan niet te liken en te abonneren voor meer. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Tot dan. Ik zal jullie nog even de stads laten zien. En dan sluit ik hem af.